Wat ik nu heb, dat heb ik ook nog nooit gezien. Dus. Een Audi Q7. Ja. Echt een hele dikke, dikke auto. Ja. Kijk eens, oh man, man, man. Heel dikke, dikke auto, jongen. Hele dikke remmen. Lijkt wel keramiek of zo. Echt niet normaal hoe dik dat is. Maar het is een 12 cilinder diesel turbo. Nou, dat gaat dan. We gaan natuurlijk even een stukje rijden. Apkaartje, klein beurtje. En ik heb eigenlijk niks. Ja, even zeekoopspeling, maar ja. Vorig jaar ook, geloof ik. Ja, dus een hoesje erin. Openbare verkoop hiernaast. Lekker. Ja, jeetje. Een 12 cilinder diesel. Waarom? Waarom doen ze dat, 12 cilinder diesel? Ik snap er niks van. Echt niet. Oh, ik snap het al. Jezus. Dat is snel. En stil voor een diesel. Oh, wat is die snel. Nou, dan heb je alle luxe zitten erop. Echt niet normaal. Uit 2009. Wat zit er niet op? Mislampen voor. Ah, dat is raar. En de mooie spiekertjes, weet je wel. Oh, oh, oh. Echt een hele dikke auto. En vroeger had je natuurlijk diesels. Dat was bij de Ford werkte. Had je een Transit. Nou, dat kwam binnen en had je... Echt een knikkerbak, dan durf je gewoon geen gas mee te geven. En als je dan dit meemaakt, wat een dag en nacht. Er waren 4 slinnen, die Ford's. En is het 12, dus 3 keer. Nou, en je zit hoog, je zit veilig, je zit in een mooie leren bekleding ook. Ja, joh. Jij, John Boekenstein, dat is een gelukkige man met die auto's. En wie noem je? Ja, wij zijn allemaal gelukkig. Ja. Gaat goed met John. Kijk, en dat is zijn bedrijf thuis. John Boekenstein. Tuinbouwmachines. Ja. En ja, dat is allemaal van hem. Ja. En die auto. En die auto's. Ja, een mooie auto. Echt van genieten. Dat doen we ook. We gaan parkeren. Ik vind het... Dat gaat niet helemaal goed. Echt een 12. Hij is echt zuinig op zuinig. Het is echt mooi, schoon, nieuw. Al de motorruimte ook. Echt, ik zal even dat kopje even open trekken. Zo. Heb ik weer de smalste parkeerplek. Zo. Oeh, dat is ook net aan. Mooi leer ook. Oh, is echt zijn hoor. Mooi dat. Geen krasje, geen deukje op. Kijk hoe mooi die is. Echt een mooie auto. Nou, dit was hem.